MyFaro is dus een softwarebedrijf. Wij bieden een platform aan voor persoonlijk financieel advies. Aan de ene kant bieden wij gezinnen financiële gemoedsrust en aan de andere kant laten wij de makelaar financieel adviseur toe om hun portefeuille leven, hun adviesrol rond het leven, financieel leven eigenlijk uit te bouwen. In samenspraak met de makelaar bieden wij dus oplossingen om gezinnen concrete antwoorden te bieden op een aantal grote vragen, grote financiële vragen waar ze typisch mee zitten. En dan gaan we eigenlijk ook projecties gaan doen naar de toekomst toe. Van, het is mooi om te weten wat je hebt, maar wat betekent dat nu naar de toekomst toe? En wij gaan dat allemaal berekenen, rapporteren op een intuïtieve manier, zodanig dat de klant eigenlijk echt een beeld heeft van wat heb ik, waar ga ik staan bij pensionering, wat gaat er gebeuren bij overlijden, bij invaliditeit. We maken het overzichtelijk en we bieden inzicht. Daar komt het eigenlijk op neer. Op de markt was nu eenmaal geen enkele tool. En vanuit dat gemis zijn we eigenlijk met het idee gestart om die tool te ontwikkelen. Via een hele set aan analyse-tools helpt MyFaro de makelaar om samen met de eindklant voor problemen oplossingen te duiden en de impact op de gezinssituatie in kaart te brengen. En dat is toch wel een hele belangrijke tool en dat maakt ons wel uniek, denk ik. We gaan echt wel zeer breed, maar we gaan ook zeer diep, zodanig dat die echte financiële gemoedsrust bij de eindklant kan ontstaan.